Dat is voor mij ook de eerste keer. Goedemiddag, morgen nog dames en heren. Welkom bij de eerste vlog van ons. Remco die rijdt. Remco is even lachen. Roze achterin, hij verzorgt de routebeschrijvingen. Wij gaan al een aantal jaren als vrienden door het leven naar allerlei voetbalwedstrijden. Rode JC, Heerenveen, Newcastle, niet vergeten. De Graafschap. Germinal Beerschot. Zijn failliet. We hebben de laatste wedstrijd tegen Cercle Brugge gezien. En Joey Suk scoorde. Wie? Joey Suk, ja, die kennen we van NAC, hè? Precies. Ja, precies. Wij zijn nu onderweg naar het Duitse plaatsje Bielefeld. En zondagmiddag, 1:30, wonen wij ook de wedstrijd bij tussen Arminia Bielefeld en... SC Erzgebirge Au. Iets in die trant. SC Erzgebirge Au. Ja. Nou. Waar die last van hebben weet ik niet, maar het is niet zo goed, want ze staan ergens onderin. Arminia Bielefeld ook trouwens, degradatieduel. Maar ja, je moet Bielefeld een keer gezien hebben. Hè? Maar wij gaan in ieder geval weer verder. Wij zijn nu onderweg. Wij moeten nog ruim 200 kilometer zijn we in Bielefeld. En we komen straks uiteraard in Bielefeld nog even bij u terug. En dankjewel. Nou, we staan hier op een parkeerplaatsje in Duitsland. Op 50 minuten rijden van Bielefeld af. We verwachten zo'n 50 minuutjes nog te vliegen over de weg. Dat is wel lekker, vrije snelheid in Duitsland. Op sommige wegen niet allemaal. Hoezo vliegen dan? Nou, je hebt 160 wel aangetikt. Ja, meermaals. Meermaals, ja. Nee, en 50 minuutjes rijden nog eventjes en dan komen we in Bielefeld aan bij het hotel. Tom nog even een fragmentje tussendoor dus en dan zien jullie ons in het hotel weer. En ik laat jullie even genieten van de omgeving. Echt een schitterende omgeving hier. Je kijkt zo aan, uit op het Duitse bos. Nou, meneer, ga weg. We zien jullie. Yes. Inmiddels ingecheckt en al in het hotel in Bielefeld. En dat ziet er niet verkeerd uit, mannen. Normaal een bankje is nu. Met uitzicht op Bielefeld Centraal. Dat ligt hier vlak achter. Ja, ik zeg netjes, man. Hey. Ja, ik zeg ook prima. Hè? Even een kleine badkamer, chick. Ja. Zo. Nou, jongens. Er is alleen niet zo heel veel poeperettenpapier. Kijk dan, gelijk weer aan de wifi. Doet hij het al, mannen? We zijn druk bezig. Ja? Druk bezig. Ik ga een foto maken van de kamercode. Een fotootje maken van de kamercode. Anders kunnen we er niet in als we straks kwijt zijn. Ja. Kijk, ik rij Mitsubishi, maar je hebt natuurlijk nog veel meer van Mitsubishi, hè? Kijk eens even. Dat is lekker. Hey, ik neem aan dat ik dit bed pak, mannen. Ja hoor. Ja. Nou, ik zeg netjes. Jongens, dit was een tour de hotelkamer. Wij gaan ons even gereed maken. Ik denk spulletjes pakken, hè, uit de auto. Ja. We kijken en gewoon dan, op het Centraal Station. Hè? En dan zien jullie ons... wat zullen we zeggen? Met etenstijd weer eventjes? Of op een terrasje. Mensen lopen hier in een t-shirt. Mensen lopen hier in een t-shirt. Het schijnt 17 graden te zijn. Dus ik zeg tot ziens. Nou, zoals jullie kunnen zien zijn wij aangekomen op in Bielefeld. Zojuist ingecheckt. Nou, kamer zag er heel netjes uit. En goed. We zijn een beetje de plannen aan het maken voor vandaag. Nou, het hotel ligt, kan ik het beste zeggen, aan een soort van boulevard of zo, boulevardachtig iets. Bioscoopje op loopafstand. De Wok en Rol daar verderop, waar wij vanavond als goed is gaan eten.
Nou, de jongens hebben het gepind. Geluk, Rem. Hey. Even geld uit de muur getrokken. Ja, waarvoor dan? Ja, je weet maar nooit wat je moet betalen. Ja. Als een grote pinstoring is, heb ik niks. Nee, dat is waar, dat is waar. Dat is waar. Heb ik kamer. Ja, dat ben je. Nou, lekker. Een stukje wandelen. Een stukje wandelen. Ja, joh. Hey, kijk, Mark, daar het hotel. He? Ja, 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 gezien, hey, gezien, gezien. Waar is het ook? En daar, jongens en meiden, de wok en rol, zoals het zo mooi heet. Ik ga straks toch op de hotelkamer nog even kijken wat je hier kan krijgen voor thuisbezorgd. Thuisbezorgd, ja, tijd. Ja, lijkt midden in de nacht. Nou, nogmaals, daar is het hotel. Daar is het restaurantje. Nou, we gaan het zien. Er zijn heel veel Duitsers die een beetje om ons heen kijken. Maar joh, wat doen die nou met een telefoon in de handen? Ik ben er altijd tussen. Maar mocht het echt niks zijn, Rem, heb je hier nog La Pampa. Ja. Steakhouse en tapasbar. Nou moet ik je heel eerlijk zeggen, Rem, dat klinkt ook niet verkeerd. Morgen na de wedstrijd hier nog even eten voor we naar huis gaan. Nou, dat kunnen we misschien wel doen. Even kijken. Kijk dan, bowlingcentrum. Alles op loopafstand, hè. Nou. Ja, staat erop, bro. Nou, we zijn dus aangekomen, Bieleveld. En ja, we gaan een rondje lopen. En ja, wij melden ons straks weer als we gaan eten, gok ik zo'n beetje. Ja, ja, dat klopt. Yes. Beste mensen, dank jullie wel voor het volgen weer. Nogmaals. Oh, toch nog even een stukje Bieleveld Centraal. We hadden het in de hotelkamer al over. Gaan we centraal in, Rem? Ja, kom maar door. Nou, ik zei dat we al zouden stoppen met dit fragmentje, maar ik ga nog even door. Ik ben wel benieuwd wat we daar beneden gaan aantreffen. Kijk uit voor ritsers, hè, Matt? Wat zei je? Kijk uit voor ritsers, juist moet je er nog achter. Ja, ja, ja. Maar ren jij dat er wel achteraan, hè, Ro? Hij is wel de snelste van ons drieën. Nou ja, goed, wij gaan even kijken. En wie weet zien we jullie zo meteen nog eventjes. Wel. Op. En een keuze. Op. Ja, het is lekker eten, man. Hé. Kom op, per uur. Dames en heren, we zijn net klaar met ontbijt. We hebben net een heerlijk ontbijt, zoals jullie op de foto's hebben kunnen zien. Ja. We zijn de kamer aan het opruimen en dan gaan we eigenlijk ieder moment al door naar het stadion. Wij hebben gisteren alvast even een wandeling gemaakt naar het stadion. Is hier een kwartiertje, 20 minuten lopen vandaan. Helaas konden we gisteren geen kaartjes krijgen, dus we gaan eigenlijk een beetje op de Bonnefoyer heen. We hebben wel een... Was je neus leeg, jongen? Geloof het wel. Oké. Okay. En we hebben op internet wel al gezien dat je nog wel meer dan voldoende kaartjes kon krijgen. Dus, maar vertel toch even over dat voorgevoel. Over het voorgevoel? Gisteravond heb ik inderdaad uitgesproken dat, ja, ik weet ook niet hoe Duitsers zijn. Of ze nou op het allerlaatste moment nog kaartjes gaan halen. En dat we zo meteen het stadion inkomen. Nou, in dat geval wordt het een korte middag hier in Bieleveld. En anders gaan we nog eventjes een wedstrijdje bezoeken. Ja, maar niet dat ik in een weekend 800 kilometer ga rijden om geen voetbalwedstrijd te zien, hè? Nee, dan pakken we gewoon een plaatselijke amateurclub hier ergens. Nou, we kunnen ook kijken hoe we dan wel staan in komen. Ja, er staan nog een paar stewards nu zeker. Precies. Ja. Hey mensen, de eerste volgende keer dat wij... we gaan zo uitchecken. Uitchecken hoeft eigenlijk ook niet eens hier.
werd ons verteld. Wij gaan in ieder geval de spullen in de auto laden en dan naar het stadion. En uiteraard zien jullie weer wat shots in het stadion. Dank jullie wel. Ciao. Ciao. Oh ja, voor de mensen die denken dat dit een moskee is. Daar lijkt het wel op. Lijkt het wel op, hè, als je die naam van de ingang zo ziet. Het is een zwembad was het, hè, geloof ik. Ja. Ja, het is een zwembad. Mensen, dank jullie wel. Zo, nou, we hebben de spullen net in de auto gelegd. En ja, we gaan nu onderweg naar het stadion. Ik denk, laat jullie toch even wat omgevingsshots zien, wat fotootjes. Dus vinden niet altijd even allemaal leuk, volgens mij, als ik hier sta te filmen. Maar goed. Ja, het is toch voor onze vlog. Geen Duitser die het ziet, denk ik. Dit zou die autorecht zijn waar iedereen zo klaagt in de recensies. Oh ja. We hebben inderdaad het hotel geboekt. Er stond er van ja, auto weg, druk, veel herrie. Nou, het enige waar wij last van gehad hebben is al de sirene als de politie voorbij rijdt of als iemand naar binnen wilde. Zou gaan op deze weg. Zelfs dat viel mee. Kijk, dat is deze weg, mensen. En daar is het hotel. Ja. Wij gaan in ieder geval verder lopen. Ik laat jullie wat shots. Want dan hebben we beter. Het veld wordt nog even gesproeid. Die meneer naar nat geregend.
een scheef contrast vergeleken met dat daar. Staat op punt van beginnen. En sterker nog, de scheidsrechter gaat. Kijk, dat was 4 op een rij. We zijn begonnen. Tweede helft, Arminia Bielefeld. Erzke Bierge Aue. Stand 2-0. Fijne tweede helft allemaal. Dat gebeurt gewoon. Hier in Bielefeld komt Ernst Gebierge. Komt op 2-2 in de 71ste minuut. En eigenlijk hadden ze net in dat doel daar 3-1 moeten maken. Zuur en zonder dit. Nou, dames en heren, wij zitten inmiddels alweer in de auto terug naar Nederland. En ja, we hebben een wedstrijd gezien, hè? Van Arminia Bielefeld. Wedstrijd was eigenlijk niet echt dat je zegt van nou, laat ik het anders zeggen. Het deed volledig, voldeed volledig aan onze verwachtingen. Het was een wedstrijd tussen de nummer 17 en 18 uit de tweede Bundesliga. Dat was ook wel duidelijk te zien. Ook fouten gemaakt, ook door de scheidsrechter trouwens, want het was te slecht. En ja goed, 2-2 geworden, 2-0 voorsprong van Arminia. En ja, die geven ze zo weg in de tweede helft. Maar ach, wij kwamen natuurlijk gewoon voor een leuk weekend, leuke 2 dagen, leuke 2 dagen hebben we gehad. We hebben gisteren, we zijn natuurlijk vrijdagavond begonnen aan de Bachstraat in Leiden. En ja goed, voor de rest. Goed gegeten gisteren, oh, bij een wok, echt aanrader, niet duur. 60 euro kwijt met z'n frietjes, inclusief drinken. En ja, toen eigenlijk de dag waar we voor kwamen, de wedstrijd waar we voor kwamen. Ja goed, hoop spanning. Sfeer was wel goed, Rob, inderdaad. Ik hou even het verkeer in de gaten. Ja, Remco houdt heel even het verkeer in de gaten, geef hem groot gelijk. Zoals jullie kunnen zien. Is het noodweer, nou noodweer wil ik niet zeggen, maar het regent even aardig hard. Dus ik moet het even met Ro doen. Ro? Ja, zeker. Het was weerdag geslaagd, hè? Zeker, ja, ja hoor. Goede sfeer. Gistermiddag ook, hè? Lekker een biertje erbij. Lekker biertje. Iets hoger niveau ook gezien. Ja, iets hoger niveau. Zo, ja. Ja. Maar zeker een geslaagd weekend was een meer dan geslaagd weekend. Ja, zeker. Ja. Nee, wij gaan de vlog afsluiten. Dus dat betekent dat er geen uitzendingen meer komen, geen fragmentjes meer komen, moet ik eigenlijk zeggen. Of dit gaat slagen, dit experiment, ik heb geen flauw idee of het ook een beetje klopt. Weet ik ook niet. We gaan het zien. Ik ga er gewoon een mooi filmpje van maken. En ik wil jullie graag bedanken. Er gaat zeker weer een tweede vlog komen, denken we. En die zal bij een ook een heel mooi evenement plaatsvinden. Zal die ook heen geven? Ja, laten we maar doen, laten we maar doen.
Ro, wil jij hem melden? Wat gaan we doen? Volgende maand al, hè? Nou, we gaan niet zelf pijltjes gooien, maar we gaan kijken. Laten we het daar opbouwen. Oké. En dat zal ook wel weer een trip naar het buitenland zijn. Dus, nou, Ro, geef het dan prijs. Pijltjes gooien, kijken. En meer zeggen, dat hebben we niet. Mensen, bedankt. Abonneren. En een duimpje. Zou natuurlijk helemaal top zijn. Dank jullie wel. Ja. Ja, je weet het niet, hè, wat het lukt. Ja, alleen al het idee is wel leuk. Het idee is leuk. Maar het moet natuurlijk ook wel kloppen.